geen soep maken, ondanks dat ik een mergpijp op tafel heb liggen. We gaan praten over de osteopathie en dat doe ik met Lorenzo en met Niels. Goedemiddag, of goedemorgen nog. Ik kreeg wel heel erg hard ineens. Osteopathie, wat is het? Even een klein beetje bij de microfoon praten is wel heel erg fijn. Osteopathie is eigenlijk een soort, het is geen fysiotherapie, het is geen manuele therapie. Alleen, we behandelen wel manueel, dus dat houdt in handmatig. Ja. Daarbij hebben we een hele brede kijk op het menselijk lichaam. Dus we betrekken eigenlijk alle systemen in het lichaam. Ja. Dus niet alleen de spieren en de botten en gewrichten, maar ook het orgaanstelsel, doorbloeding, zenuwstelsel. Dus eigenlijk pakken we het heel breed aan. Ja. We zijn altijd van mening dat de klacht zeg maar een uiting is van een onderliggende oorzaak. Ja. En waarom doen de anderen dat eigenlijk niet? Hoe is het? Wat als je naar de fysiotherapeut gaat 6 jaar geleden, dan deed hij alles met elektrische dingetjes en spanningsbezoekers. Dat is nu ook alweer heel anders. Daar zitten heel veel stappen in. Ja. Wanneer zijn jullie erbij ingestroomd? Want het is betrekkelijk nieuw. Ja, het is nog niet zo heel erg oud. Het komt uit Amerika. Het is wel redelijk bekend al in andere landen, zoals Frankrijk en België, Duitsland. En nu trekt het eigenlijk steeds meer naar Nederland toe. Dus het is, het is eigenlijk dat mensen ook naar een osteopaat gaan op het moment dat gewone fysiotherapie niet voldoende resultaat biedt. Zeg maar. Ja, of de kwaal steeds terugkomt. Precies, dat vooral inderdaad. Dat vooral, ja. Fysiotherapie is ook natuurlijk meer op oefenen gericht en trainen. Dus prima vak. We zijn zelf fysiotherapeut ook geweest. Dus we weten een beetje hoe en wat. Geweest, want als het zo betrekkelijk nieuw is vanuit Amerika, is er een goede opleiding voor in Nederland om osteopaat te worden? Of mag je dat gewoon zomaar worden? Nee. We moeten wel. Wij zijn opgeleid door het IAO. Dat is een Vlaamse opleiding. Die zit eigenlijk internationaal ook in andere landen. En dat is een 5-jarige studie geweest. Dus we hebben een brede, veel lessen gehad eigenlijk in anatomie. Ja. Ja. En jullie betrekken alles erbij. Dat betekent dat je op een fysiotherapeut anders naar het lichaam kijkt. Dat jullie er veel meer van af moeten weten. Die weten weer veel meer van hoe de spieren in elkaar zitten, hoe het aan hecht en waar de kwaaltjes vandaan komen. Nou, dat weten wij ook wel, hè, hoe het maar jullie gaan een stap verder. Alleen, kijk, stel je komt met knieklachten. Ja, hoe weet je dat? Ja, precies. Nou ja, dan zal een fysiotherapeut heel erg zich richten op je knie. Hè, dus die gaat je knie onderzoeken en behandelen. Nou, is prima als er bijvoorbeeld een scheurtje in je meniscus zit of iets dergelijks. Maar wij zijn ook altijd, wij vinden het dan interessant om te kijken waarom jouw knie overbelast is of geïrriteerd is. Hè. Dus het kan zijn bijvoorbeeld, een knie vergelijken wij met een deur. Dus het is een scharniergewricht. Dat houdt eigenlijk in dat die open en dicht moet kunnen. Maar het kan best zijn dat vanuit je lichaam je bijvoorbeeld gedraaid staat of je bekken wat gekanteld staat, waardoor die knie op een andere manier belast wordt. Okay. Dus zelfs als je aan een deur gaat hangen, dat kan ook geen torsie of draaibeweging aan. Ja, en op die front proberen we eigenlijk vanuit de wervelkolom of het orgaansysteem dat te beïnvloeden. Ja. Interessant, ja. Dus jullie kijken gewoon naar houding dan? Een stukje lopen. Lopen is een stukje. Wat gebeurt er met het lichaam? Onder andere. Hoe je beweegt in je wervelkolom. Dus naar voren buigen, zijwaarts buigen. Glijvlakken tussen bepaalde orgaansystemen testen wij. Of daar voldoende bewegelijkheid in zit. We doen ook neurologisch onderzoek. We moeten ook bepaalde structurele pathologieën uit kunnen sluiten. Want we kunnen niet alles behandelen natuurlijk. Nee. Dus we gaan het hele lichaam eigenlijk in zijn geheel onderzoeken. Heb je in de osteopathie nou ook nog specialisten? Dat jij beter bent in rug en jij in knieën bijvoorbeeld? Ja, er zijn wel osteopaten in Nederland die zich specialiseren op verschillende vlakken. Zo heb je voeding, een stukje craniosacraal, dus mensen met hoofdpijn, sinusitis, otitis. Elke osteopaat heeft dat wel meegekregen vanuit zijn opleiding, dus wij behandelen dat ook. Mm-hmm. Alleen je zal altijd in elke vorm van zorg zo een specialisme hebben. Wij zijn alle drie eigenlijk nog heel erg algemeen en wij behandelen alles. Dus wij hebben ons nog niet gespecialiseerd op een bepaald vlak. Maar ik ben van mening dat dat ook niet altijd nodig is. Kijk, als je de hele extreme gevallen, dan is dat misschien handig. Maar voor nu kunnen wij zoveel mensen helpen vanuit de opleiding die we nu gehad hebben, dat nog niet nodig is. Ja, nee. De vergoeding, hoe zit het? Want het is nieuw. Is elke zorgverzekeraar ervan overtuigd dat het goed is en dat het in het basispakket moet?
Gelukkig zijn er steeds meer zorgverzekeringen die osteopathie wel vergoeden. Er zijn een aantal zorgverzekeraars die daar een klein bedrag voor over hebben, maar er zijn ook zorgverzekeraars die het 100% vergoeden. Dus je ziet wel de shifting dat er steeds meer vergoed wordt, omdat de resultaten van osteopathie ook echt ertoe doen. Dat varieert van ongeveer €25 wat ze vergoeden, nou, tot aan dus 100%. Ja. En dat, ja, dat als is ik naar jullie toe wil, moet ik dan eerst naar de huisarts voor een verwijzing of kan ik gewoon zo bij jullie aankloppen? En, Nee, je kan gewoon een afspraak maken eigenlijk. We hebben geen verwijzing van de huisarts nodig. Als iemand via de huisarts komt met wat informatie, dan vinden wij het natuurlijk fijn om dat ook te hebben. Ja. Mochten ze na een operatie of een arts of iets in die trant, ja, dan is het natuurlijk fijn om die informatie te hebben. Als er röntgenbeelden zijn, of dan kunnen we daar ook een keertje naar kijken en rekening mee houden. Maar ze hebben eigenlijk geen verwijzing nodig. En wat komt het meeste voor? Mensen die uit zichzelf komen of door verwijzing van medisch specialisten? Huisartsen. De meeste mensen die komen, dat zijn toch wel mensen die via via gehoord hebben dat iemand zoveel baat heeft gehad bij osteopathie, dat ze op die manier een afspraak maken. Dus voornamelijk via de kennissenkring en niet zozeer via artsen, huisartsen. Okay. Nee. Viel dit jaar nou ook op dat hij gaat liggen, dat hij zijn blouse uittrekt, dat het hier gelijk helemaal vol zit met dames ineens? Het was warm, maar de temperatuur stijgt aanzienlijk. Zoveel publiek hebben we nog nooit gehad hier. Nee. Nee, is leuk toch dat de mensen kijken. Maar goed, jij bent gaan liggen. Waar heb je last van? Ik heb een operatie gehad aan mijn blinde darm. En dat littekenweefsel dat is dusdanig verkleefd dat ik heel vaak bekkenproblemen, rugklachten, uitstraling in mijn been, krampen en dat soort dingen. Wat prikkelbaar darmsyndroom. Ja, dus wat darmproblemen en dat soort dingen. Ik denk dat je hartstikke blij bent dat we het niet in de hartje winter doen, deze demonstratie. Nou, dat is niet erg hoor. Die kan goed tegen de kou. Oké. Wat gaat er gebeuren nu? Ik ga een stukje darm dus vrijmaken ten opzichte van zijn bekken. Hè, daar ligt de darm eigenlijk langs een bepaalde spier. Dus je ziet dat hij een litteken heeft. Hè. Het is dat litteken, dat vergeten mensen vaak, maar is natuurlijk niet alleen oppervlakkig. Hè. Ze gaan met een incisie ook door meerdere lagen heen. Hè. Dus onder andere je buikvlies, de darm zelf natuurlijk. En al die laagjes kunnen eigenlijk met elkaar een soort van verkleven. Sowieso is littekenweefsel vrij stug materiaal. Hè, dus dat is slecht doorbloed. En ja, dat, hè, zoals Lorenzo al zei, veroorzaakt eigenlijk doorbloedingsproblemen naar zowel je heup, je darmstelsel. De zenuwen die er langs lopen naar het been kunnen geprikkeld raken eigenlijk. Dus doordat er wat van af te trekken eigenlijk, maak je dat vrij op die manier. En stimuleer je de doorbloeding met name. Dus eigenlijk als je geopereerd bent en je bent genezen verklaren, kan je daarna nog heel veel problemen krijgen doordat je je litteken vervelend gaat doen. Ja, precies. En het is vaak ook zo dat het litteken zelf niet zo pijnlijk is, hoeft te zijn. Maar ja, dat je wel inderdaad dus allemaal voortkomende klachten daaruit kan krijgen. Zoals rugklachten, bekkenklachten. Nou, ik heb zelf toevallig ook een blinde darmoperatie gehad. Ik krijg met hardlopen last van mijn heup. Dus het zijn allemaal klachten die daaruit voort kunnen komen inderdaad. Ja. En wat ga je er dan aan doen? Kunnen we iets zien? Ja, ik ga dus eerst voelen naar de spanning in de darm. Ja, dus ik ga... Dus ik voel eigenlijk of er veel spanning op de darm zit op deze manier. Nou, er zit eigenlijk ook in deze omgeving de overgang van je dunne naar je dikke darm. Dus dat is een soort sluitspier. Nou, die voel je bij hem dat het wat gespannen is. Dus die zou je rustig kunnen, op deze manier een soort massage kunnen geven. Dus dat hij wat rustig ontspant eigenlijk. En zoals ik al zei, als die spanning wat afneemt, hè, dat voel je zachter worden, dat weefsel. Dan kunnen we voelen of de darm dus met die spier verkleefd zit. Hè. Dus daar ga ik eigenlijk achter proberen te komen. Is dat een vervelend gevoel? Nee, dat valt op zich mee. Vaak trekt het wel iets. Het kan zijn dat het soms wel wat scherp is. Zeker als je het littekenweefsel probeert los te trekken. Littekenweefsel is heel stug. Dus daar kan soms best wel wat kracht op komen. Maar het is nooit de bedoeling dat heel veel pijn doet. Het moet altijd wel op een zachte manier behandeld worden. Dan heeft het ook veel meer effect dan dat het heel hard behandeld wordt. Hebben jullie nou ook dingen waarvan je zegt van die verwijzen we liever door. Daar doen we zelf niet veel aan.
Ja, nee, tuurlijk. Er zijn heel veel aandoeningen die we absoluut niet mogen behandelen. En, zoals een blinde darmontsteking natuurlijk. Nee, die moet eruit. Dus die moeten we eruit filteren. Dus als er bij een aanraking erge pijnreactie ontstaat, of hij heeft koorts, algemeen onwelzijn. En we vertrouwen het sowieso niet, dan sturen we iemand altijd sowieso naar het reguliere medische circuit. Want ja, daar mogen we absoluut niet aankomen. Nee. Ik ga het even op mezelf betrekken. Ik heb last van mijn knie. Ik zeg, jullie zijn bij mij geweest. Ik kom maandag bij jullie. Hoe gaat dat eruit zien? Allereerst dus houden we een vraaggesprek met hoe je de knieklachten bent opgelopen. Wat andere klachten in je lichaam zijn. Of je operaties hebt gehad, bepaalde medicatie gebruikt. En aan de hand van dat vraaggesprek. Nou, gaan wij een lichamelijk onderzoek doen. Hè. Dus dan gaan we eigenlijk zowel je spieren, gewrichten testen, je orgaanstelsel, eigenlijk het hele lichaam, zeg maar. En aan de hand daarvan maken we een behandelplan waarmee we aan de slag gaan. Dus dan leggen we uit naar de patiënt en dan kunnen we starten. En wat is de meest voorkomende klachten bij jullie? Ja, vaak toch wel lage rugpijn, nekklachten, eigenlijk van alles. We zien echt hele diverse klachten gewoon, ja. Maar ik denk dat de lage rug het wel wint. De lage rug die wint het zeker. Ja, ik wil nog wel even iets toevoegen op wat Niels zei. Stel je voor, je komt binnen. Hetgeen wat wij willen weten is natuurlijk welke structuur geeft bij jou de pijn. Maar eigenlijk wat we het liefst willen weten, wat zijn de mogelijke oorzaken die er allemaal zijn die jouw knie zo dusdanig belasten dat je dus pijn krijgt aan dat structuurtje. En dat kan vanuit de nek, vanuit het middenrif, vanuit de lever, het darmstelsel, het bekken, de blaas. Er zijn zoveel dingen die daar toch invloed op hebben, dat we dat eigenlijk het liefst willen weten. Want dan pak je echt de oorzaak aan. Ik wil naar jullie toekomen. Hoe vind ik jullie? Hoe kan ik me bij jullie melden? Via de website www.osteovisie.nl. We zitten bij Over de Veste nummer 5. Dus je kan eigenlijk online een afspraak bij ons inplannen. Of als je vragen hebt, mag je ons ook mailen of eerst bellen. En dan staan we u graag ook telefonisch te woord. Als je vragen hebt over de osteopathie en of het wat voor je kan zijn. En dan, aan de hand daarvan maken we ook een afspraak dan, eventueel. Okay. Nog iets wat je kwijt wil? Wij willen graag mensen helpen. Zeker met wat problemen die eigenlijk onverklaarbaar zijn. Misschien ook zelfs in het medische circuit. Dat ze zeggen van joh, er is echt niks meer aan te doen. Daar zien wij zeker wel de uitdaging in om eens te kijken of joh, kunnen wij daar misschien wel wat aan doen. En dat is eigenlijk het leukst. Mensen helpen van hun klachten af zodat ze een beter leven hebben. Zijn er al veel in Nederland osteopaten of valt het nog mee en is het heel erg groeiend? Het is wel echt een groeiend beroep. Dus het wordt steeds populairder. Bij ons op de opleiding zag je dat ook. Hè. Elk jaar wordt eigenlijk drukker. Dus meer studenten melden zich hiervoor aan. Ja. En in Schiedam? In Schiedam zitten er 3. En dat zijn wij. Oké. Okay. Hey, fijn dat jullie hierheen wilden komen en dat jij voor bed wilde gaan liggen. Ja. Heel veel succes in ieder geval.